Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij is een onbekende Braziliaan wanneer hij in Eindhoven arriveert. Ze noemen hem Romario. En hij is door PSV bij toeval op de kop getikt. Het stadion kreunt van genot als het ontembare roofdier uit Rio zijn pure klasse laat zien. Romario is de beste voetballer die PSV ooit heeft gehad. Als je de tijd doorheen had glijden, is natuurlijk Messi voor mij altijd de grote jongen. Daarna zit hij toch dicht tegenaan. Ja, daar is Romario. Zo wou Cruijff natuurlijk Ajax duidelijk anders op de kaart zetten. Heeft Romario dat bij PSV gedaan. Goedenavond. De Philips Sportvereniging PSV bestaat precies 100 jaar. En bij zo'n jubileum blik je terug. Je komt dan bijvoorbeeld op de vraag: wie is in die 100 jaar Mr. PSV? Dat is onmiskenbaar Willy van der Kuijlen. Een Brabantse jongen, clubtopscorer aller tijden. Maar vraag je aan kenners wie is de beste PSV'er aller tijden, dan wordt steeds die ene exotische naam genoemd. Romario de Sousa Faria, de eerste Braziliaanse voetballer in Nederland. Bijna 5 jaar lang, tussen 1988 en 1993, speelt Romario voor PSV. Hij lust geen appelmoes, hij is regelmatig een beetje moe. Hij komt te laat, of soms zelfs helemaal niet. Hij loopt er op de trainingen maar een beetje bij. Hij doet wat hij wil, en in ieder geval niet te veel. Tot ergernis van trainers en medespelers. Maar op zondag, als het er echt op aankomt, dan staat hij er en laat hij PSV swingen. Overal hier hingen foto's van hem. Shirts hingen aan de muur. Zoals deze. Staat grote vriend Jacob. In herinnering met veel liefde. Aan de vriend voor altijd. Romario. Jullie kennen Romario niet, nee. Soms heb ik ook een twijfel. Of u hem kent. Als ik hem kent, ja. Het verhaal van Romario en PSV begint in 1988. Het is een krankzinnig verhaal hoe de sterspeler van Vasco da Gama in Noord-Brabant verzeild raakt. Gewoon toeval. Gewoon 100% toeval. Van Breukelen. Heel zo. Ja, ja! PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Als je keek naar de resultaten bij het behouden van het... Van de Europa Cup 1 was het zo dat we uit altijd 1-1 speelden en thuis speelden we 0-0. En zo kwamen we in de volgende ronde. En dat scenario hebben we goed doorgezet door ook in de finale 0-0 te spelen en uiteindelijk met penalties te winnen. Dus wat dat betreft was duidelijk waar ons probleem lag. We hadden natuurlijk wel een spits nodig. Het plan was dat we de Grijze zouden halen. Die speelde op dat moment bij Club Brugge, was een heel goede voetballer. En Jacques Rutz en ik zijn toen naar Antwerpen gegaan. Waar we dus gesproken hebben over een mogelijke transfer van Mark de Grijze. Dat was op dat moment een onhaalbare kaart. Mark de Grijze? Mark de Grijze, ja. Omdat Brugge met een tropische verrassing bezig was, zei men.
niet wilde zeggen wie dat was. En op het moment dat ze die gecontracteerd hadden, dan zou het geen probleem zijn. Dan konden we praten over Mark de Grijs. Dus beide heren die reden terug naar Eindhoven, belden mij op en zeiden van, ja, wat zou dat kunnen zijn? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Ik zeg, maar het enige wat op voetbal nu echt wereldwijd aan de gang is, dat zijn de Olympische Spelen in Seoul. Zou er iets bij zitten? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Maar ik zal het aan mijn zoon vragen. Dus Kees heeft zijn zoontje Keesje van bed geroepen. Een paar turven hoog. Ik was 13 jaar. Dus mijn vader vroeg dezelfde vraag aan mij, wie kan er zijn? En toen heb ik gezegd, ja, dat kan er maar één zijn, dat is Romario. Want? Want die scoorde de een na de ander op dat toernooi. De Olympische Spelen in Seoul. Dat was ongekend. Maar je vader, die kende hem niet? Die kende hem niet, nee. En die was technisch directeur van PSV. Inworp van Lucas Carlos. Een kans voor Brazilië. Uitstekend. Romario voor het doel. Romario, doelpunt! Doelpunt voor Brazilië door Romario. De zesde goal van dit Olympisch voetbaltoernooi. En het is een verdiend doelpunt. De kunst was natuurlijk dat wij toen dachten van, wij moeten die man die aan het te pakken krijgen, maar we moeten hem hebben voordat die Belgen zijn. Dus de beide heren zeiden van, nou, pak je koffer maar en vertrek morgen maar naar Zuid-Amerika. Ploegsma vliegt samen met coach Hiddink naar Rio de Janeiro. Toen wisten we wanneer hij terug zou vliegen vanuit Seoul. En toen hebben we eigenlijk letterlijk vanuit het vliegtuig hebben meegesleept met zijn mensen naar, zoals ik me kan herinneren, nog naar het restaurant op het vliegtuig, op het vliegveld. Nou, toen zijn we denk ik een week bezig geweest met vallen en opstaan om zover te krijgen dat hij in Brazilië getekend heeft. Wij zaten wel een beetje in de piepzak, want we dachten, nu krijgen we grote ruzie met onze vrienden uit Brugge, die toch naast het net gevist hebben. Maar tot onze grote verbazing belde enkele dagen later Brugge ons op en om te vragen of wij nog steeds interesse in de Grijze hadden. Want Club Brugge presenteert zijn nieuwe aankoop. Frank Farina, spits van het Australisch Olympisch voetbalelftal. Wat dacht jij toen Club Brugge zijn topische verrassing presenteerde? Ja, dat ze de verkeerde hadden. Ja. Ja. Gelukkig maar. Romario de Sousa Farias, 22 jaar, van de ene op de andere dag een man van 6 miljoen. PSV vond Romario een van de beste aanvallers ter wereld. Vanochtend vroeg zag hij voor het eerst vanuit zijn hotelkamer het stadion waar hij verwacht wordt te gaan schitteren. PSV heeft met de 3 miljoen dollar die voor Romario werd betaald de duurste speler van Nederland in huis. De speler heeft zijn collega's nog niet ontmoet, maar enkele kent hij al. Leg ik bij jou, leg. Dat kwam mooi zien. Ja, dat is ook wel leuk. Romario, het mooist vond hij de kleedkamers. Wij zijn eigenlijk tegelijkertijd naar de profs hechtgang gegaan. En ja, daar zaten we dan. Ik als 17, 18-jarig speler en Romario. En de rest van de grote sterren natuurlijk. Vanenburg. Romario. Koeman is aan de rechterkant. Dat had Gilhuis gezien. Daar is Koeman. En daar is niet Boem, Romario. Oh, dat was toch de opgelegde gelegenheid om zijn debuutluister bij te zetten. Maar hij was verrast. Hij sprak de taal niet. Hij vond appelmoes verschrikkelijk. Het was koud. Dus er waren allemaal dingetjes voor Romario dat het nog allemaal niet zo vlotte. Hij wilde graag altijd voor in de bus zitten. En dan zat hij dus net voor ons. En dan zag je hem ook altijd met het been. Dan zag je hem zo. Ging hij zo met zijn been. Zo'n zenuwtrek had hij daar. En dan wist ik toch van, het gaat weer gebeuren. Ronald Koeman op Lerby natuurlijk. Romario. Dank u. Goeiedag zeg. Romario, geef nu even echt zijn visitekaartje af. Dit paasje is zeer geraffineerd. Is goed. Doelpunt. Opnieuw doelpunt van Romario na een hele goede combinatie. Het is een puma. Hij ligt lekker in de boom.
En die poten die hangen zo over die boomstammen. En dan, als er wat voorbij komt, dan slaat hij zo snel toe. Ros Romario. Daar is hij dan eindelijk. Nou ja. We hadden een huis gevonden, 100 meter van mijn huis af. Dus elke dag checkte ik of er problemen waren, of hij nog hulp nodig had. En vertrouwen te winnen. Lukte dat vertrouwen winnen? Ja, dat duurde een tijdje, want Romario dacht dat hij bijvoorbeeld zijn salaris elke maand handje contantje kreeg. Nou, voordat ik hem duidelijk had gemaakt dat het via de bank liep, dus toen het op de eerste van de maand verstond, toen was dat probleem opgelost en wist hij, ja, zo werkt het. Want hij zegt, ja, in Brazilië is het handje contantje en als je dat niet doet, kan je het vergeten. Wat wist u eigenlijk van zijn levensstijl? Nou, niet veel. Ja, je weet er van alles van wat je dan hoort. Dat hij, laat ik het zo zeggen, zich geweldig vermaakte in het uitgangsleven. En dat hij natuurlijk niet vies was van mooie vrouwen. Hij dronk nooit. Hij rookte niet. En hij stond een colaatje te drinken. En met al die mensen om hem heen. En hij vond het fantastisch. Hoe laat ging je dan naar bed? Ja, volgens mij ging hij 5-6 uur ging die slapen. Ja. Ah, zonder een druppel alcohol en dan ging hij naar huis. Ja, dan was het de volgende dag wel een stukje minder met hem. Het eerste jaar onder Guus Hiddink in 1989 wordt Romario met PSV kampioen. Na de vakantie keert hij te laat terug uit Rio de Janeiro. Het zal niet voor het laatst zijn. Ik zal morgen met de ploegman. Met die, ben je goed gepraat. Ik denk dat overmorgen alles vergeten. Ik kreeg er heel veel commentaar op van hoe kan je nou zoiets accepteren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hij kwam superfit terug. Want normaal een speler die langer weg blijft, die komt 2 kilo ook te zwaar aan. Maar hij was constant op de Copacabana in de zand voetvolley aan het spelen. Dus afgetraind was hij in ieder geval. En toen hadden de meeste mensen toch wel een beetje tabak van hem, omdat hij weer te laat was gekomen. En toen moest PSV thuis tegen Valencia een oefenwedstrijd spelen. En de helft van het stadion, hè, die begon al een beetje te fluiten en te joelen. En uiteindelijk kwam hij erin en toen pakte hij een bal op van de middenlijn. En die schoot hij in 1 keer de kruising in. En dan zie je ook weer dat heel het stadion weer op de bank stond en waren ze alles weer vergeten. Ja, het huis van Romario, waar we wel eens naartoe werden gestuurd, 's ochtends. Het was gewoon training, 10:30. En ja, ik was altijd ruimschoots van tevoren op de club. En dan kreeg je nog wel eens een seintje van Kees Ploegsma senior om Romario op te halen. En dan stond ik natuurlijk voor gesloten deur. En, wat deed je toen? Ja, bellen. Ja. En kijken en waar enigszins wat beweging was. En als dat niet zo was, ja, dan ging ik hier een steentje zoeken om tegen het raam aan te gooien. Want dan lag hij te slapen? Ja, ik wist waar hij sliep. Ja. En dan zie je na 5 minuutjes of zo wel een beetje beweging bij de gordijnen. En dan zag hij dat ik het was. En, ja, 10 minuten later stond hij beneden, deed hij de deur open. Ja, en dan sliep hij weer verder in de auto. En dan werd hij weer wakker op de hertgang. En had meneer hoofdpijn. En dan trainde hij toch niet. Dan ging hij even een half uurtje staan te biljarten. En denk van nou, hij was een beetje aan het rekenen. Dinsdag Veendam, zondag Ajax. Dan laat maar een beetje met rust. En ja, zo bouwde hij dan de week op naar een topper. Ja. En dat vulde hij allemaal zelf in. Hoe vaak heb je hier gestaan? Ja, dus, ik denk wel een keer of 10. Ja? Ja. En maar niet alleen ik hoor, er zijn ook andere spelers een keer hier naartoe gemoeten om hem te overtuigen. Nou, Stan werd wel een keer gebracht. En Erik Gerrits, ja, als aanvoerder moest je ook wel een keertje zeg maar de auto pakken om hier naartoe te rijden.
Ja, en als je dan toch tegen Ajax er 3 binnenschoot, ja, dan was iedereen weer, dan was het weer de grootste knuffelbeer van Eindhoven. Vieft, Romario 1 tegen 1 met Larsson. En daar is hij altijd goed in. Romario, ja! Romario Sosa Faria. Hij is terug bij PSV en hij scoort. Nou, er is dus niks veranderd. Doe niet open. Doe niet open. Oh jawel, oh jawel. Ja? Ja. Oh, dat is niet. Goedemiddag. Hey. Je hoort hier ook in de buurt wel heel veel verhalen over dat hij met de kinderen ging voetballen. En, ja. Dat positief wordt wel positief. Ja, heel positief eigenlijk. Ja, je hoort natuurlijk ook zulke verhalen. Maar ook, wat voor verhalen hoort u dan? Ja, ook inderdaad. Dat er heel veel vrouwen langskwamen. Er kwamen hier heel veel vrouwen ja, langs. Ja, ook, ja. Oh, ja. 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 Verklaart een hoop natuurlijk, ja. Dat hij niet wilde gaan trainen. Dus. Ja, maar hij was Monica, altijd moe. Die was Monica en met de kinderen waren dan in Brazilië of nee, zo. Nee, die zou waarschijnlijk niet thuis zijn geweest. Nee, nee. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee, ik heb één keer een situatie met hem gehad dat wij spelen tegen Boekarest. Steaua Boekarest. We waren uit verloren. Dan weet je nog, goal van Lacatouche. Hup. Lacatouche. Dat was de toptijd van Steaua. En wij verloren daar, dus 14 dagen later is het thuis en dan is het knock-out. 3 dagen voor die woensdag moeten wij een uitwedstrijd spelen met in de Eredivisie. En dat was een mindere wedstrijd, die kon je, ja, normaliter win je die. En daar kwam die heel scherp op de tijd, heel scherp. Voor de bespreking. Toen zei ik van Romario, je bent te laat, wegwezen. Ik ben niet te laat. Hij was ook waarschijnlijk niet te laat, maar dat ging om seconden. Ik zei, ja, je bent te laat, weg. Daarna ga je maandags in trainingskamp voor de wedstrijd van woensdag. Maar niks tegen elkaar zeggen, alleen op bord zetten. Spits, Romario. Ja. En die avond, ja. Hachi. Lacatouche, ja, 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 Lacatouche. Ja. En dat betekent dat PSV 3 goals moet maken om langs die Roemenen te komen. De hele sfeer in het stadion, dat werd steeds heel down. 1-0 achter, ja, nou is gebeurd. 1-1, oké, het kan nog. Ja, toen stond die kleine op. Romario, ja! Romario! 2-1! Best goed. Romario! Romario Sosa Faria! Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Dit is die Braziliaan. Romario, ook hij gaat naar het WK. Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Wat wordt Steaua hier vernederd? Iovan wordt als een kleuter weggespeeld. En dan moet u eens letten op die bewegingen van Romario. Unguriano gaat eraan. En dan wordt Loen het bos ingestuurd. En schopt Romario PSV naar de kwartfinale. Die sfeer vergeet ik nooit meer. Dat is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Publiekswissel. Zijn 3 goals. En hij dankt de 28.000. Hij deed het weer eens voor PSV. En dan is na afloop, mister, dan komt hij van zo. Ik heb het toch even laten zien dat Romario er nog steeds is. En dan zeg ik, ja, misschien zat ik iets verkeerd met de tijd, Romario. Ja, mister, ik was scherp. Dus hij, ja, daar kon je mee spelen. Maar je moet verder niet verkeerd daarmee omgaan. Want dan voelt hij bloed en dan bijt ze door. Guus Hiddink vertrekt in 1990 naar het buitenland. De Engelsman Bobby Robson neemt het roer in Eindhoven over. Twan Schepers en Romario kunnen het goed vinden, in en buiten het veld. Romario. Schepers. Romario vrijgespeeld en dat wordt 4-0. Maar coach Robson is kritisch op Romario. De Braziliaan traint en speelt regelmatig slap.
En tijdens een teambespreking hekelt Robson openlijk zijn wispelturige gedrag. Hij had een flap over zo gemaakt. En er stond een tekening van Pelé. De ene dag ben je Pelé. Ja, dan moet je sowieso niet, denk ik, met Brazilianen doen. Toppers vergelijken, want ze vinden zichzelf natuurlijk het beste. Dat was al fout 1, dus hij zegt Pelé. En doe die flap erover. En de andere dag ben je Mickey Mouse. Ja, toen viel er even een stilte natuurlijk in die zaal met Bobby Robson. Dus hij dacht, ik maak een grap. Ja, daar heeft eigenlijk de rest van de samenwerking en de carrière Bobby Robson en Romario echt een optater gekregen. Ja. Misschien Romario die gewisseld wordt. En dan gaat toch het bord met 9 omhoog. En maakt Romario een gebaar dat hij het absoluut niet met deze wissel eens is. Oh, hij applaudisseert naar de bank, naar Robson en naar Arnesen. Dit is een vreselijk moment. Buiten beeld heeft Romario zijn middelvinger opgestoken naar coach Robson. Dit moet de Braziliaan krenken tot in het diepst van zijn gevoelige ziel. Hij wordt gewisseld. Ja, dan moet je eerst met je trainer proberen die rustig te krijgen. Want die was natuurlijk in alle staten. En zeker een gentleman als Bobby Robson. Ja, dan heb je het probleem Romario. Dan heb je het probleem van de media. Ja. Nou, gooi alles op een hoop en proberen iedereen weer met zijn neus dezelfde kant in te krijgen. Toch wordt PSV in het eerste seizoen onder Robson in 1991 landskampioen. Romario, gefeliciteerd. Dan was je snel in de kleedkamer. Niet feestvieren buiten? Ja, ja, ik kom wel terug. Ik heb een beetje dorst. Ja, ik ben helemaal kapot. Ja. Neem wat te drinken dan. Hier. We werden kampioen. Mooi feest. En we hadden al geregeld dat ik een week later naar Brazilië zou vliegen. De band werd steeds hechter. Niks was te gek. Waar we ook naartoe gingen, wat we ook vroegen. Hij ging overal mee naartoe. Ja. Het was een totaal ander mens. En ja, we kwamen natuurlijk wel achter na 2 dagen... dat je wat je mist eigenlijk in Nederland. Als je een Braziliaan en je woont in Rio. Ja, wat je dan in hemelsnaam in Eindhoven doet. Er is één ding wat ik eigenlijk... dat ik niet vertrouw is in je afspraken. Hij maakt afspraken en hij komt heel vaak niet na. 20 jaar geleden. Toen hebben we een hele goede afspraak gemaakt. Het was trouwens een idee om getuige te zijn toen ik ging trouwen. We hebben afgesproken, hij zou getuige zijn. En ik ben één avond daarvoor ben ik bij hem thuis geweest om zeker te weten dat het goed zou gaan. Alles precies heel netjes afgesproken. En volgende dag is hij niet komen opdagen. Ik heb hem gebeld en nam telefoon niet op. Op een gegeven moment, ik heb zo vaak gebeld dat iemand de telefoon heb opgenomen. En die ene persoon zei, ja, Romario slaapt. Ik zeg, ja, maak hem wakker. Zeg, ja, dat kan ik niet maken. Hij heeft nooit ook sorry gezegd. Sorry dat ik niet gekomen ben. Of ook niet gezegd, ja, dit en dit gebeurt. Ik was niet lekker, ik voel me niet goed. Nee, niks. Helemaal niks. Dus, Adje, kom bij. Volgens dat hij doorloopt. Na 2 jaar Hiddink en 2 jaar Robson is Hans Westerhof in 1992 de nieuwe coach van Romario bij PSV. Ook die samenwerking verloopt niet goed. Het echte breekpunt met Westerhof en Romario is geweest. Maar toen was het ook echt kapot. Dat hij in Athene in die Europa Cup wedstrijd niet opgesteld werd. Nou, toen zijn Ruts en ik de hele middag bezig geweest om überhaupt op de reservebank te krijgen. Maar toen heeft hij gezegd van aan het einde van het seizoen ben ik wat je ook doet of wat je ook wil. Ik ben vertrokken. Romario is boos. 2 dagen voor de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan in 1992... speelt hij zelfs een zaalvoetbalwedstrijdje tegen zijn vriend Jacob. Ik ga winnen.
Oké. Okay. Dus succes. Let op je benen. Ja. Hey. Jij ook. Oké. Okay. Heb je nog getraind vanochtend? Vanochtend niet. Waarom niet? Ik had een beetje koppijn. Hoe komt dat? Slecht geslapen. Waarvan? Ik heb ja, gewoon slecht geslapen. Ja. Dus je gaat hier eigenlijk een beetje trainen nu? Ja, proberen. Je had een weddenschap. En ik heb gewonnen. Kijk, 1000 gulden is voor jullie! Yeah! Nog één vraag. Mag jij eigenlijk wel zaalvoetballen van Westerhof? Ik mag alles. Ik mag alles hier. Weet je het zeker? Ik doe wat ik wil. Tuurlijk. Als je de ster van een elftal bent en ze weten dat je ervan afhankelijk bent. En hij vertegenwoordigt natuurlijk nog, dat wist hij zelf ook wel, natuurlijk een behoorlijke transferwaarde. Mm-hmm. Ja, heb je natuurlijk wel een beetje de machtspositie. Ook met een aantal van zijn medespelers ligt hij al een tijdje in de clinch. Maar kan zo'n rebel functioneren in een teamsport? Nou, hij is de ene speler die zei van Barry van Aden, die zei dat bijvoorbeeld. Ja, al komt hij de hele week niet trainen, dat interesseert mij geen bal. Als je de zondag 3 inschopt, en hij verdient wel meer dan ik, maar ik heb in ieder geval mijn wedstrijdpremie te pakken. Ja, en een ander groepje die zei van hij krijgt te veel privileges, of ze pakken hem niet hard genoeg aan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat was een beetje een strijd. Ja, dat was eigenlijk even Koeman, Linskens. Koeman, Linskens, Elleman geloof ik, Vanenburg. Klopt ook het verhaal dat hij op het laatst ook met zijn eigen auto achter de spelersbus aanreed? Dat is wel gebeurd, ja. Ja. Maar hij had wel een reden. Hij zocht altijd een reden. Om ja, iets. Wat was de reden dan? Nou ja, iedere keer iets anders. Ja. Je moet met die dochter ergens naartoe, of weet ik wel. Hij had ook geen zin om met die jongens in de bus te zitten. Ik heb daar met diverse spelers ook over gesproken. Van, ik zei, ja, je speelt hem wel aan, maar 2 meter hoog. Daar heeft de jongen niks aan, dus zo werd hij. Ja, in een moeilijke positie gebracht, ook op het veld. Er werd bewust eigenlijk... Hij werd bewust genegeerd of slecht aangespeeld of hoog aangespeeld. Omdat een groep van een mannen, 5, 6, hem niet meer pruimde. Het is duidelijk dat er een einde komt aan het tijdperk Romario bij PSV. Na bijna 5 jaar is het op. Valencia, waar Guus Hiddink inmiddels coach is, wil hem wel kopen. PSV speelt er een oefenwedstrijd. Dus we hadden met Guus ook een beetje afgesproken. Laat die verdediging zich nou een beetje op hun gemak houden. Want dan heb je de meeste kans dat je hem te pakken krijgt. Nou, hij scoorde ook 5 doelpunten in die wedstrijd. Hij past natuurlijk voortreffelijk in de Spaanse cultuur. Dichter bij zijn cultuur van zijn eigen land. En ja, daar past hij perfect in. Ook in het Spaanse voetbal. Ja. Het felle, het korte. Maar je gaat gelijk slapen zeker weer? Tuurlijk. Godverdikke. Kom maar straks naar het hotel. Ik kom naar het hotel. Niet laat, hè? Ik moet naar nee, bed. Ik ga nu. Jij hoeft niet naar bed. Ik moet naar bed, ja. Maar toen had hij al lang zijn contact gelegd met Barcelona. En ik weet nog dat hij in Valencia uit de lift kwam. En ik heb een dag met Valencia zitten onderhandelen. Dat hij uit de lift kwam en hij zegt, er gebeurt niet wat jullie denken. Oh ja. Maar ik wist niet wat hij bedoelde. Maar toen was je al een heel eind op weg om naar Barcelona te gaan. Dit zijn de lachende gezichten van Barcelona-voorzitter Núñez en de hoofdrolspeler zelf, die met links zijn contract ondertekent. Voor 3 jaar. Romario de Sousa Faria is inmiddels politicus. Hij is lid van de Socialistische Partij in Brazilië. Tijd en plaats voor een afspraak, voor een interview met Romario, werden gemaakt. Maar een oude vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Romario liet verstek gaan. Volgende week in Andere Tijden Sport, motocross. Hoe 2 Nederlanders strijden om 1 wereldtitel. Sabotage in het Mullenzand, Andere Tijden Sport. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. En daar is dan die aanval. En kijk eens wat het resultaat is.
Dave Strijbos. Hij duikt in een gat binnendoor. Het was zijn enige kans. En dan vallen beide heren. Dan houdt iedereen in Valkenswaard zijn adem in. Want dan gebeurt er dit. In de herhaling. Dave Strijbos probeert binnendoor. Hij heeft een halve lengte voorsprong bij het uitkomen. Dan houdt Van der Berg de machine vast en gaan beide heren over elkaar heen. Wat een sensatie. Nummers 1 en 2 in het wereldkampioenschap.